vind het heel leuk dat zoiets bestaat allereerst. IOTO staat voor arts in opleiding tot onderzoeker. En dat houdt in dat je niet alleen 3 jaar opleiding doet, maar ook 3 jaar promotietraject. En nou, na een periode van 6 jaar ben je dus zowel specialist als gepromoveerd. Althans, dat is de bedoeling, dat we er ook op promoveren. Dus dat is wel een puzzel. Je moet in 6 jaar allebei voor elkaar krijgen. En het is totaal verschillend. Dit jaar doe ik onderzoek en ben ik eigenlijk fulltime met onderzoek bezig. Het volgende jaar zit ik in een verpleeghuisstage. En dan ben ik weer met hele andere werkzaamheden bezig. En het combineren is best wel een puzzel, maar het is ook ontzettend leuk. Ik doe cursussen epidemiologie, ik zet mijn eigen onderzoek op. Ik ga naar congressen, ik kan het onderzoek ook toepassen in mijn werk. En het allerbelangrijkste is dat ik iets bij kan dragen aan de ontwikkeling van ons specialisme. Want er zijn nog niet zoveel richtlijnen voor ouderen. Er is nog niet zoveel evidence voor de meeste dingen. En het is belangrijk dat dat er komt. De oudere geneeskunde is volop in ontwikkeling. En nou, ik mag eraan bijdragen. Dus ik ben er wel heel blij mee dat ik dit mag doen.